Op zondag 5 juli vond de tweede editie van Tiel Toont plaats in het centrum van Tiel. Er waren verschillende activiteiten, onder andere op het gebied van muziek, dans, theater en beeldende kunst. Kortom, een ware happening. Tiel Toont, een mooi staaltje van stadspromotie. Ja, Tiel laat zien wat het in huis heeft en dat doen we door middel van Tiel Toont. Ja. En wat kunnen de mensen hier beleven? Van alles. Als je de poort binnenkomt, dan zie je een aantal oude auto's op de stadswal staan. Er is een stadsschilderij, dat is hier aan deze kant. De plantage laat zien wat zij in huis hebben. Er zijn stadswandelingen door onbekende gebieden van deze binnenstad. Kortom van alles. En de winkels zijn natuurlijk open. Laurens Verspuy, wethouder in de gemeente Tiel. Tiel Toont is gaande. Vertel er eens wat over. Ja, fantastische happening. Dit jaar voor de tweede keer. Beetje preluderend op de komst van de West-Luinense Poort. Om Tiel te laten tonen wat het allemaal voor prachtigs heeft aan cultuur en cultuurhistorie. En de West-Luinense Poort, dat gaat hard nu? Ja, men is druk bezig met het ontgraven van de Kuip. Men is nu nog de fundatie van het oude GGR gasgebouw aan het eruit halen. En daarna wordt er een onderwaterbeton gestort en dan pas kan de Kuip ook daadwerkelijk worden leeggehaald met water. En voor zover mensen het nog niet weten, wat gaat daar precies gebeuren? De West-Luinense Poort is het centrum straks voor cultuur, voor de plantage die daarin komt, voor de bibliotheek die daarin komt. In de huidige Biepgebouw komt de nieuwe bioscoop. Dus dat is straks in combinatie met de Agnietenhof die er natuurlijk al zit. Het centrum voor Tiel en de regio, de wijde regio, om naar Tiel te komen, van Tiel te genieten en in Tiel geld te besteden. Jij bent hele bijzondere drankjes aan het maken. Ja, we zijn gin tonics aan het maken van Boxer Gin en Fruta. Dat is een nieuw aperitief, helemaal biologisch met zuiver aardbeien, sap en geen zoetstoffen, dat soort dingen. Dus toch alcohol, maar wel bijna gezond. En dit is voor het eerst in Tiel dat er een preuvement is? Ja, leuk. Ik denk dat er genoeg reden is om het volgend jaar weer te doen. Ja. Toch? Ja, absoluut. En wat zit er in dat drankje wat het zo bijzonder maakt? Gin tonic is op het moment helemaal de trend. En je hebt heel veel verschillende gins met verschillende ingrediënten. Boxer gin is heel fris. We gebruiken een beetje verse munten, scharnering, waar die mooi tot smaak komt. En Fruta, omdat het helemaal biologisch is. Dus er geen kleurstof en andere dingen toe zijn gevoegd. Ja, gezondheid is het moment wat iedereen in één keer heel belangrijk vindt. Maar toch een beetje alcohol. Dus dat is. Ik wil het wel proeven. Nou, gaan we even doen. Neem ik de gin en jij de aardbeien Fruta. Oké. Okay. Dan zeg ik proost op het evenement. Ik ga u even onderbreken. Wat bent u allemaal aan het eten? Ik ben een heerlijke, zijn we garnalen aan het eten en ossehaaspuntjes. En? Erg lekker. Ja, smaakt goed. Ja. Dus zo'n provenement, dat mag vaker gaan gebeuren? Voor mij wel. Ja, heerlijk. Lekker kleine hapjes. Ja. Jolanda Prijzer, ook het fruitcorso is vertegenwoordigd op Tiel Toont. Dat klopt. Het kindercorso staat hier paraat om uit te leggen wat we doen. En dit jaar bestaat het kindercorso 15 jaar. 15 jaar? Ja, het jaar 2000 is dat begonnen en uitgegroeid tot wat het nu is. Een mooie kleurrijke stoet zoals we elk jaar zien. Ja, en het is alweer begonnen het corso seizoen. Ja. Wanneer gaat het kindercorso echt van start? Nou, de kinderen kunnen nu al natuurlijk voorbereiden thuis met hun item, een stukje opbouwen met papier-mâché en piepschuim dingetjes. Het vastplakken met zaden en bonen. Daarvoor zijn de ophaalzaterdagen. Die op de site staan. Op woensdag 16 september is de plakdag zoals elk jaar. En daar kunnen de kinderen aan de gang met het verse groente en fruit aan te brengen. En nieuwe kinderen zijn altijd welkom? Altijd welkom. Op de site fruitcorso.nl kunnen de kinderen zich aanmelden. Hebben ze vragen aan ons, mail ons even naar kindercorso@fruitcorso.nl. En dan proberen we de kinderen en de ouders uiteraard te helpen. Amos. Amos. Jan van Doesburg, we zagen hier net een prachtig stukje toneel. Wat is dit hier? Nou, we hebben hier wat figuranten van het Betuwe-toneel lopen. Voor het verhaaltje wat ik hier vertel over een luikje in de Sint-Maartenskerk. Waar eigenlijk dagelijks iedereen aan voorbij loopt.
En eigenlijk niet weet, ja, wat houdt dat nu in? En gaandeweg het spel, wordt dat duidelijk? Gaandeweg het spel, dus deze heren die stellen eigenlijk een melaatse en een pestleider voor. Hè? Omdat bij dit luikje in de 15e, 16e eeuw de melaatse en de pestleiders de kerkdienst konden volgen. En er wordt ook gezegd dat daar toen een aalmoes of in ieder geval brood en wat vlees en vis uitgereikt werden. Gert-Jan van Inge, binnenstadsmanager van Tiel. Wat gaat er vandaag door je heen bij Tiel Toont? Nou, het is een geweldige operatie. Er zijn veel mensen, er is veel te zien. En mooie weer, ja. En het slechte weer wat eventueel op komst is. En de Tour de France in Nederland. Zijn er toch heel veel mensen op straat. En dat zegt genoeg, denk ik. Ja, maar dat voelt vast heel goed. Ja, dat voelt echt goed. Ja, ja. Dit is dus zo'n toonbeeld van een geslaagde dag. Ja, dat vind ik ook. Ja.